Ja, jongens, meisjes, goedemorgen. Oh, jullie waren er al. Ja, hier zijn we weer met een vlogje. Deze keer eentje gerelateerd aan de grote clubactie. Die grote clubactie, die loten, die zouden eigenlijk zaterdag ingeleverd moeten worden. Maar dat mag nog een weekje later. Dus iedereen die nog loten thuis heeft, of misschien heb je het superlot nog wel ergens liggen. Ik zou zeggen, ga er lekker mee aan de gang. Want in de top 5 van Nederland staan wij nu op de tweede plaats. Met jullie hulp. Kunnen we dat nog omdraaien naar een eerste plaats? Dan zijn we van 5000 clubs de allerbest verkopende club van heel Nederland. Wauw. Ik ga onderweg naar Goes voor een hele, hele, hele bijzondere lotenverkoper. Die heeft er al meer dan 100 verkocht. Ja, al een paar 100. Ja, dus ik ga onderweg naar Goes. Ik ga er, oma. Wat ga je doen, jongen? Ik ga loten verkopen. Ga je weer een loten verkopen? Je hebt er al zoveel verkocht. Maar ik wil de kampioen worden van heel goed. Dus, nou, doe je best. Ga met die banaan. Doei. Doei, tot straks. Tot straks. Alsjeblieft. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Heel veel succes verder. Ja. Doei. Dag. Ja, dat is toch geweldig. Er loopt er gewoon een judoka over straat. We gaan hem er even bij halen. Hey, stop eens even. Waar ga jij naartoe met je hele mooie sportschool Geeloed judo pak, man? Wie ben jij? Kevin. Kevin? Kevin wie? Van judo. Kevin van de judo. Dat is je achternaam, van de judo. Nee, dat niet. Wat is je achternaam dan? Dorpaal. Kevin Dorpaal? Ja. Van sportschool Geeloed? Ja. Maar waarom loop je hier nou met de jumbo-tas terwijl er geen judoles is? Wat doe je nou hier? Loodjes verkopen. Loodjes verkopen? Oh, van de grote clubactie? Ja. Heb je er al veel verkocht? Heel veel, ja. Heel veel? Ja. En je bent nog niet klaar? Nee. Oh, nou, succes dan. Ja. Superloten verkopen aan bedrijf hier ook. Precies. Oké, okay. En heb je al een bedrijf in gedachten? Ja. Yes, ik heb er een verkocht. Ja? Ja? Is het gelukt? Ja, kijk maar. Zo, weer 50 loten erbij dus nu. Ja. Blij? Heel blij. Kevin. Hallo. Hey Kevin. Hoi. Ik ben van Jure Geelhoed. Oké. Okay. Ja. En ik verkoop een superlot. Nou. Dat is leuk, hè? Dat is leuk. Ja. Dan willen wij er ook wel eentje van. Dank je. Het kostte 150 euro. En het gaat met rekeningnummer even, volgens mij. Oh, dat is geen probleem, hoor. Geen probleem. Dat doen we. Dat is fijn. Nou, dat is leuk. Dankjewel. Ja. Wij hebben ook nog bij Geeloed gejudood. Oh, leuk. Ja, toen waren we net zo groot als jou. Oh. Dus kom maar op met die loodjes. Ja. Nou Kevin, goed gedaan hoor. Ja. Super. Bedankt voor de loodjes. Ja. Is het gelukt Kevin? Ja. Hebben ze niet met jou gejudood net binnen? Nee, dat niet. Nee, maar dat kunnen ze wel. Nou, jongens, Piet, Marius, dankjewel. En groetjes, hè. Groeten aan paps en mams ook. Hey, doei. Doei. Hoi. Ben je al klaar met loten verkopen of ga je morgen nog weer verder? Ik denk morgen nog wel weer verder, ja.
Oh, je bent ook echt een bijzonder, hè? Hey, ja. Dankjewel. Oma, ook bedankt voor de gastvrijheid. Doei, doei. Tot ziens. Doei.